In Van Woonvilla naar Droomvilla nemen wij u iedere week mee in een keukendesign van de Kitchen Art Studios. Ter inspiratie bezoekt Marit een onlangs gerealiseerde keuken in een verbouwde moderne villa. Jesse, deze grote leefkeuken heb jij hier geïnstalleerd. De wens van de bewoner was om het eiland en de tafel eigenlijk een beetje een beeld te geven van de woning. Waar je dus ook twee gebouwen hebt die in elkaar geschoven staan. En daarnaast wilden ze ook graag een warme uitstraling hebben die we door middel van het hout hebben waargemaakt. De bewoner die kwam aan met een staaltje. Die hadden een staaltje van een kleur die ze mooi vonden. Van een warme eiken look. Dus daar zijn we naar op zoek gegaan. Hebben we uitgezocht of we daar ook echt de keuken van kunnen maken. En dat kon, dus vervolgens hebben we de hele keuken gemaakt in dat materiaal. Ja, want jullie werken samen met de Kitchen Art Studios. Dus dat betekent dat je maatwerk kan leveren, dat het luxe is, goede kwaliteit en dat er speciale elementen ook in de keuken zitten. Maar hij valt dan ook onder een trend. Deze keuken die valt onder de trend hout en zwart, wat een van de trends is uit het stijlboek. Dit is een Dekton werkblad en het voordeel van Dekton is dat het eigenlijk krasbestendig is, vlekbestendig en hittebestendig. We hebben ervoor gekozen om de kopse kant zwevend te maken en dat in het verstek te plaatsen met het werkblad. De keuken is uitgevoerd met inbouwapparatuur van Miele. Twee koelvriescombinaties met no frost, wat ervoor zorgt dat je een ijsvorming hebt. Kookplaat met geïntegreerde afzuiging. En twee vaatwassers voor te zorgen dat je nooit water op het blad hebt staan. Deze vaatwasser is uitgevoerd met een droogfunctie. Dus de deur gaat openstaan, zodat je het beste droogresultaat hebt. En er zit een lade in, een besteklade, wat er eigenlijk voor zorgt dat je meer ruimte hebt. We hebben twee ovens, greeploos, wat mooi is in het greeploze ontwerp van de kasten. Ja. De ene oven is uitgevoerd met een stoomfunctie en de andere is gewoon een normale bakoven. Ja, op de oven met stoom daar zit ook een hydroclean op. En een hydroclean is eigenlijk een schoonmaakfunctie die het hardnekkige vuil schoonmaakt door middel van een stoomprogramma.